Voorzitters, collega's, ik wil het vandaag hebben over twee zaken, namelijk de sancties en de Europese defensie. En het is goed, meneer Michel, dat we eindelijk een akkoord hebben over dat zesde sanctiepakket. Maar laten we eerlijk zijn, voor ons in het parlement kwam het een beetje te laat. En op de koop toe, en ik denk dat het meneer Weber was die het zei, is men eigenlijk gezwicht voor de chantage van meneer Orbán. Twee keer gezwicht, eigenlijk. Ik weet wel, onze eenheid is belangrijk, maar wordt het niet hoog tijd dat we de macht afnemen van die autocraten en eigenlijk stoppen met die unanimiteit? Voor mij echt hoog tijd, en ik hoop dan ook dat we dat donderdag hier in het parlement verder gaan vastleggen. En dan het goede nieuws, en dan richt ik mij meer tot Ursula von der Leyen. Het goede nieuws is die Europese defensie. Eindelijk hebben leiders gezegd, kijk, we gaan voor een echte Europese defensie. Het parlement heeft hier heel vaak over gezegd, kijk, laten we stoppen met die versnippering, stoppen met die verspilling van die gelden. We geven evenveel uit aan defensie als China, 4 keer meer dan Rusland, en toch zijn we eigenlijk een militaire dwerg. Dus laten we nu van Europa een militair, industrieel blok maken en wat mij betreft, mevrouw van der Leyen, een echt Europees leger. U heeft mijn steun. Ga daarvoor. Dank u wel.